weet het dus allemaal niet. We gaan gewoon even op speurtocht en is er niks. Nou ja, dan hebben we pech. Dat vlog ik ook niet. Ik ga nou jullie in deze tas doen. En ik ga even op speurtocht. Als ik niks vind, dan ga ik de boodschappen doen. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 23 juli en we leven om 13:18. Dat is nog mooi betijd, maar ja, ik heb nog een hoop te doen, want ik moet Rijker weer even uitlaten. Ik moet nog boodschappen doen. Dus ja, en weer voor die computer ook, moet ik ook weer zitten. Ja. Want ik loop er weer een klein beetje op achter en dat wil ik niet. Maar ja, oké, we zullen zien hoe ver we komen. Want ik wil ook nog even jullie meenemen, maar of ik al vlog, weet ik niet. Want ik wil even kijken of we weer aan het 3D-painten zijn. Waar dan ook. Even op speurtocht, ja. Want ik heb nog steeds geen datums hoor, nee. En het is op verschillende punten. Nou ja, bij de Wolder is klaar. Gregor is weer weg. Ja, ouwezeur. Hé, ouwezeur. Maar in ieder geval wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, we zullen het beleven. Ik weet het dus allemaal niet. We gaan gewoon even op speurtocht en is er niks. Nou ja, dan hebben we pech. Dat vlog ik ook niet. Nee. Is wel wat. Nou ja, dan vlog ik uiteraard. Maar dat merken we wel. Ja. Rijker die staat met de achterpoot op de bank en de voorpoot op de armleuning. Hé meisje? Ja hè, je bent lief hè. En ze doet het zo goed mensen. Oh, oh, ze doet het zo goed. Hé? Ik ben apen trots op die. Ja. Dus ja, een hoop te doen en we zullen gewoon zien hoe en wat. Ja toch? Iedereen heeft wel eens gewoon gewone dagen dat, ja, dat er niet veel aan is. Nou ja, dat heeft iedereen, dus ik net zo goed. Maar oké, ik zou zeggen geniet van jullie dag. En is het bij mij leuk? Nou, dan geniet je met mij mee. Ja toch? Ik zou zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben met Rijka weer thuis en ja, die laat ik nou thuis. Die heeft weer een best rondje gedaan, tenminste gewoon een normale rondje, maar ze heeft wel alles gedaan wat ze moet doen. En ik ga nou jullie in deze tas doen en ik ga even op speurtocht. Als ik niks vind, dan ga ik de boodschappen doen. Ja, dus komt allemaal goed, ik zou zeggen, geniet. En doe leuke dingen. Ga ik toch ook proberen. Ja, is het er niet hekpech? Want ik kan er niks aan doen. Nee, het moet duidelijker wezen in de krant, et cetera. Ik kan niks vinden, dus ja, dan moet je de datums er neerzetten. En dat doen ze niet. Maar oké, ik pak jullie in en jullie gaan mee. Tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben weer terug van boodschappen doen. Helaas, niets gevonden, niks gevonden, niks gevonden van qua dat... Printpainting, nee, ik kan er niks aan doen. Maar ik heb wel wat anders gevonden, ja. Ik kan er niet tegen als mijn liefhebbende buurman zit te barbecuen. Door die geur die vrijkomt met die kolen. En dan krijg ik het benauwd. Maar, ja ja. Ja ja, ik kan een lekker barbecuen. Ja, gaan we dus uitproberen. Wanneer weet ik nog niet. Hij gaat nou gewoon, ik zoek een plekje in de kast of weet ik wel waar. Maar in ieder geval komt het wel goed. En anders gaat hij gewoon ook, ja, een barbecue behoort in de schuur. Misschien dat ik hem ook wel even in de schuur zet, want ik heb, weet het even anders niet. De schuur moet trouwens ook nodig opgeruimd worden en daar zoek ik nog een hulpje voor. Ja, niemand wil me helpen. Ik hoop toch dat er eens een keer eentje is die wel wil helpen. Ja.
Ja, en geld heb ik niet om te betalen. Nee, je kan een keertje blijven eten. Je kan koffie krijgen, thee krijgen. Wil je een biertje, geen een biertje krijgen, maar niet te veel, want daar hou ik niet van. Want je hoeft niet dronken te worden. Nee, gewoon wel nuchter. Ja. Want anders hoeft dat voor mij ook niet. Hé, schat, Jan en liefje. Hier zit ik blij dat vrouwtje er is. Ja. Nou, en dan nog een tas vol met boodschappen. Een lekkernij. Daar ben ik wel eens een keer weer aan toe. Dit heb ik al jaren niet meer gehad. Gewoon een broodje pudding. Hoe noem je dat? Ja, roombroodjes. Nou, lekker toch? Ja. Dan gaan we zo meteen lekker met een bakje koffie nuttigen. En ik zal mijn diertjes ook eventjes verwennen. Ja, komt allemaal goed. Hé, lieve schat? Ja nou? Ja nou? Ja. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Toedeledokies. Ja, hallo lieve vrienden. Dan ben ik weer eventjes retour. Ja. En ik had jullie gisteren al laten zien. Is goed, dat was Karin dus. Nou, doei doei schat. Jullie hadden de groentemix van gisteren al gezien met die champignons erin, waar ik de naam niet van weet, maar die weet ik nou wel. Kastanje champignons, ja. Maar ik heb er nou rijst bij gedaan en dat er doorheen gedaan. En dan laat jullie het even weer zien. Dat ziet er toch voortreffelijk eruit, of niet dan? Vind ik van wel. En dan gaan we aan de salontafel lekker van genieten. Ik heb er een bak koffie erbij. Daar staat ook al drinken. Dus dat komt helemaal goed. En vanavond krijg ik visite. Kandolf, die kent die persoon al. Want die gaat iedere ochtend, wanneer Kandolf s'nachts buiten rondlopen te zwerven, gaat hij s'morgens vroeg bij die man in huis. Hallo, ik wil niet hebben dat jij in een andermans huis komt. Kom dan thuis avonds. Ja, maar ja, dat doet meneer niet. Maar oké, die meneer die komt op visite, want die... Begon de Kandolf vlak voor mijn ogen te aaien. Ik denk, wie ben jij nou weer? Is het een buurman die hier aan de overkant woont? Oké, nou ja, kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Wees lief voor elkaar. En verlaat op de avond natuurlijk een welterusten. Slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!